Goedenavond, Bert. Goedenavond. Ja, ik ben toch heel benieuwd, Bert, wat jij van dit nieuws vindt, wat we vandaag hoorden. Nou, er zijn een aantal dingen die ik al wist eigenlijk. Hoe Ernie en ik met elkaar omgaan. En nu heeft CTW, dus de producenten, die hebben weer ontkend dat we iets seksueels hebben. En ik wil daar verder niet over praten, want dat vind ik privé wat wij hebben. Maar wij zijn wel hele goede vrienden. En het is ook het leuke dat kinderen, wat Jesse Klaver ook zegt, dat kinderen zichzelf, iedereen kan zich ermee identificeren. Dus kinderen zonder homofiele gevoelens, die denken, ach, zo kun je ook met elkaar omgaan. En je mag ook als hetero-kind van elkaar houden en elkaar kussen en bij elkaar in bed liggen. Dat mag allemaal. En homo-kinderen, die denken, oh, wat leuk, ik wil ook homo worden. terwijl je het al bent, hè? Want je wordt het niet, maar je bent het. Dus ja. Daarom vind ik het, daarom vind ik het wel leuk dat die schrijver, ja, wij zijn het zelf. Dus wat heb ik met de schrijver te maken? Dat die zegt dat normaal is. En het is trouwens Ernie, want jullie hebben het steeds over Ernie. Ah. Maar wij zeggen Ernie. Ja, tuurlijk. Ernie. Ja. Ja. maar ja. ik ben toch benieuwd, Bert, toen je ervan hoorde en las dat dit gezegd was door een van de schrijvers van Sesamstraat. Ja. Vond je het raar dat hij het gezegd had? Nee, dat vond ik. Ja, ik vind het raar dat iemand iets over ons zegt. Ja. Maar ik heb al lang gezegd, als Ernie mij plaagt, dat hij dan de hele nacht bezig is met het weer goed te maken. Dus dat helemaal niet erg is. En wat is Jesse Klaver knap ook, hè? Ja, heb je meegeluisterd met ons gesprek vanavond of ja, meegekeken? Ik heb alles geluisterd. Het was een beetje rommelig, want Thierry Baudet en Jesse Klaver die zijn allebei tegen de regering. En ik vond eigenlijk dat er ook iemand van de regering moest zijn. Want ik heb wel vertrouwen in de regering. En ik vind dat Thierry Baudet zijn baard af moet scheren. Want op die foto aan het strand was hij veel knapper. Die heb ik boven mijn bed hangen. Nou ja. Dus ik zeg niks over mijn privéleven. Maar, en ook niet over Ernie. Ernie is nou op trompetles. Maar ik mis hem dan meteen. En als Ernie naar zomerkamp gaat, dan mis ik hem ook heel erg. Ja. Het is mijn allerbeste vriend. Een betere vriend dan ja. Wie ook. En, dat moeilijk tussen te komen bij Bert vanavond. Ja. Bert, nou praat je bijna net zo lang door als Thierry Baudet zojuist aan tafel. Ja, maar en ik blijf ook doorpraten. Ja, want, dat merk ik. Maar ik ga toch nog even naar Gerda Haveltong hier om te vragen. Ja, jij bent ook zo'n fijne vrouw. Ja, nee, jullie kennen elkaar natuurlijk goed. Nog heel even. Denk je dat het toch een onderwerp zou moeten worden wat besproken gaat worden in Sesamstraat? Kijk, ik moet wel zeggen, wat mij betreft mag dat wel. Omdat ik ervan uitga dat je kinderen zijn zeer erg. Ze hebben een rek in zich. Dus het zou helemaal niet verkeerd zijn als een kind erover heeft, dat je daar een gesprekje over hebt. Ja. Net als de vriendschappen die kinderen zullen meemaken. Ja. Of noem het andere. Nou, Bert zei het zojuist al, van de makers van Sesamstraat die hebben vandaag afstand genomen hiervan. En die zeggen, er is geen sprake van sexual orientation tussen Bert en Ernie. Ja. Dus ze hebben helemaal geen seksuele relatie. En daar willen we ons ook verre van houden. Dus die hebben er geen trek in. Dus we zullen zien wat er met de serie gebeurt. Nog één vraag aan Bert dan. Bert, we sluiten af deze uitzending met de vriendinnen van Glennis Grace. Die staan op dit moment op het podium. En die staan klaar om het nummer te zingen, misschien ken je dat wel, van Diana Ross, I'm Coming Out. Weet je waar het over gaat, oh, of niet? Dat is zo mooi. En ik ga vannacht naar Glennis Grace kijken. En je zei weer Ernie. Zei Ernie. Weer. En het is Ernie. Ernie. En ik hou veel van Ernie. Oké, dankjewel. En ik ga het voortaan altijd goed zeggen. Dankjewel, Bert.